Welkom bij een nieuwe aflevering van IT Conversations. Vandaag ben ik hier met Johan van Amersfoort, onze technologist op digitale werkplek. Welkom Johan. Ja, dankjewel Jeff. Hey, vandaag gaan we het hebben over een onderwerp wat ik in ieder geval heel leuk vind, security. Je kan geen nieuw site meer openen tegenwoordig of een krant openslaan en er staat wel een grote hack of een datalek of in ieder geval iets waar je als organisatie niet mee in de krant wil komen, denk ik. We zien natuurlijk ook dat het rondom COVID is natuurlijk ook wel meer focus gekomen op security. Misschien niet helemaal in het begin, toen was het vooral de focus op snel enablen, snel thuiswerken, dat soort zaken. Misschien wat minder aandacht voor security. En daar speelt de digitale werkplek natuurlijk een cruciale rol in. Hoe kijk jij er tegenaan? Ja, ik denk dat je de cruciale rol, dat je de spijker op de kop slaat. Wat we hebben gezien in de pandemie in 2020, dat iedereen vanuit huis moest gaan werken, wat je zegt, hè. Eigenlijk op een quick and dirty manier hebben we met z'n allen thuiswerken gefaciliteerd. Maar daarbij ook allerlei soorten risico's geïntroduceerd. Dus je merkt dat de meeste digitale werkplekken zoals we die kennen eigenlijk niet gemaakt waren om overal op basis van een stuk vertrouwen de eindgebruiker te kunnen enablen. En je merkt dat heel veel klanten die al bijvoorbeeld zaken als VPN zouden draaien of die een VDI-platform hadden draaien, eigenlijk gewoon zijn gaan schalen. Weet je, we hebben het werkt. Ga het maar met z'n allen gebruiken. Maar daarmee wel zijn er allerlei risico's geïntroduceerd. Want je weet nu eenmaal niet meer wat de eindgebruiker vanuit zijn werkplek doet. Je kunt niet meer op de vingers meekijken. Dus dat vertrouwen, dat is heel erg anders geworden. Ja. En ik denk dat daar wel daar de uitdagingen zijn ontstaan. Ja, precies. Ja, want je zag natuurlijk traditioneel verschillende soorten oplossingen. Klanten die een VDI-oplossing gebruiken, dan ben je in ieder geval nog redelijk in controle over waar je data staat. Maar er zijn, je noemde het al, natuurlijk ook talloze VPN's natuurlijk gewoon de lucht in geholpen. Ja, je hebt natuurlijk geen idee vanaf wat voor apparaat zo'n VPN-tunnel opgezet wordt. En wat natuurlijk allemaal aan waar je data blijft. Dus... Ja, dat klopt. En ik denk dat het traditionele security-beleid zoals klanten dat kenden, of organisaties dat kenden... Dat is iets wat niet meer past bij het nieuwe normaal. Het feit dat iedereen overal vandaan maar kan gaan werken. Dat eigenlijk geen enkel netwerk meer als veilig kan worden bestemd. Want of iemand nu vanuit een trein werkt, of vanuit thuis werkt, of vanuit kantoor werkt. In feite zou die altijd op dezelfde manier moeten kunnen werken. Op eenzelfde eenvoudige manier. Maar wel met de juiste security richtlijnen of maatregelen eigenlijk toegepast. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een heel nieuw security beleid zou moeten hanteren als organisatie zijnde. Nou, we hebben natuurlijk eigenlijk altijd gezien dat security en gebruiksvriendelijkheid een soort van op gespannen voet met elkaar leven. Het is altijd een soort afweging. Met de nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden, hoeft dat volgens mij niet meer. Hè? Een van de slogans van VMware is natuurlijk altijd al geweest, consumer simple, enterprise secure rondom die werkplek. Maar hoe ziet dat dan eruit, zeg maar? Hè? Wat voor oplossing heeft VMware dan op dat vlak? Nou, het is wel een mooi onderwerp, denk ik. Want wat je zegt, hè, consumer simple, enterprise secure. Ik denk dat het twee verschillende assen aanraakt. Security gaat namelijk niet alleen maar over die hacker die je er buiten de deur wil houden. Security gaat, denk ik, ook voor een groot deel over het verkeerd gebruiken van een platform. Het is niet voor niets dat een bank jou verplicht om met een je pas en een pincode en misschien nog een app te authenticeren met dat platform. Omdat het best wel een risico met zich meebrengt als mensen daar makkelijk bij kunnen. Wat je wil voorkomen is dat iemand zijn wachtwoord ergens opschrijft of een pincode gemakkelijk maakt. Zodat dat eventueel voor de andere mensen eenvoudig te raden is. Dus je wil eigenlijk... verkeerd gebruik van dat platform wil je tegengaan, maar dat wel op een zo makkelijk mogelijke manier gaan toepassen. Waarom zou je nog binnen je organisatie een VPN willen gaan, dus echt een traditionele manier van inloggen op het bedrijfsnetwerk willen gaan faciliteren met een losse sleutel die je met zo'n pincode erop. Waarom kan het niet gewoon simpelweg met je vingerafdruk? Die je ook al binnen je iPhone of het gezichtsherkenning binnen een iPhone of een Android-telefoon zou kunnen gebruiken om te verbinden met je banking-app. Waarom zou dat ook niet binnen onze corporate omgeving kunnen? Nou, Workspace ONE van VMware heeft daar tal van mogelijkheden in.
Dus je kunt eigenlijk de moderne manier van authenticeren en de moderne manier van beveiligen, kun je ook toepassen binnen jouw je eigen bedrijfsomgeving, je bedrijfsnetwerk en je digitale werkplek. Zodat het kunnen authenticeren met zo'n beveiligde omgeving zo simpel mogelijk verloopt. En eigenlijk verloopt op de manier die past bij jouw context. Wat we kunnen doen, is de context van de eindgebruiker bepalen. Zit een gebruiker in een internetcafé in Thailand, dan kan het automatisch bepalen dat we daar andere beveiligingsmaatregelen toepassen dan dat een gebruiker thuis zit of in een trein zit of misschien binnen de bedrijfsmuren aan het werk is. En ik denk dat daar de hele consumer simple as vandaan komt. We maken het voor de eindgebruiker zo makkelijk mogelijk om toch op een veilige manier te kunnen werken met beveiligde data. Ja, ja, wat ik wel heel gaaf vind. Ik heb daar natuurlijk talloze demo's al van gezien van de technologie. Workspace ONE Intelligence. Jij kan het veel beter vertellen dan ik. Maar wat ik gaaf vind, die kan ook gewoon patronen gaan herkennen. Als jij standaard zeg maar gewoon 9 uur 's ochtends inlogt vanaf een bepaalde plek, hè, vanaf een locatie. En jij doet dat ineens vanaf de andere kant van de wereld of op een heel raar tijdstip. Dan triggert die daarop. Hè? Ja. Kan je daar eens meer over vertellen? Ja, zeker. Wat we doen met Workspace ONE Intelligence is eigenlijk inhaken op de bestaande platformen. Dus we hebben 2 bestaande platformen, Workspace ONE Access en Workspace ONE UEM. Wat we met beide platformen doen is data vergaren. Dus Workspace ONE Access wordt heel erg gebruikt om jou een platform aan te bieden waar je op kunt inloggen. En met Workspace ONE UEM kunnen wij informatie vanaf je device kunnen we inzien, kunnen we bekijken. En over de loop van tijd wordt er informatie verzameld. Wat Workspace ONE Intelligence doet, is die informatie gebruiken om, zoals je zegt, hè, om patronen te herkennen. In een van de video's rondom de digitale werkplek heb ik een interview met Francisco Perez. En Francisco is zo'n typisch voorbeeld van een eindgebruiker die heel vaak onderweg was. Dus het is helemaal niet raar voor Workspace ONE Intelligence om te zien dat Francisco verschillende locaties heeft waar hij op inlogt. Terwijl als een van de andere interviews heb met Ilona Dinkgreven, onze HR-manager. Zij is helemaal niet zo heel veel aan het op reis voor het werk. Het zou voor haar dus veel bijzonder te zijn als zij opeens vanuit Amerika zou inloggen of vanuit een andere locatie. En wat we dan doen is op basis van die risicoanalyse wordt bepaald wat de context van jou als eindgebruiker is. En daar worden dan ook weer de juiste security maatregelen aan gekoppeld. Voor Francisco zou het kunnen betekenen dat biometrics op basis van zijn fingerprint of een gezichtsherkenning voldoende is om in te loggen. Maar voor Ilona zou het zomaar kunnen zijn dat we haar vragen nog voor een extra factor. We willen graag dat je nog een extra pincode opgeeft of nog een extra wachtwoord opgeeft. Zoiets. En daarmee springen we eigenlijk in op, nogmaals, om het zo simpel mogelijk te maken voor die eindgebruiker om op een veilige manier te kunnen werken. Ja, gaaf. Ja, mooie technologie. En kijk, waar we hier natuurlijk heel veel op focus is intrinsic security. Dat is een beetje het mantra rondom security. Want als je gewoon naar de markt kijkt, en ik ben het er wel redelijk mee eens, hoeveel je met het stelt, is dat het is heel snel, ja, koop daar een product voor. Hè? Je hebt een bepaald risico wat je ziet in je landschap en dan bolt je daar een security oplossing bovenop. Intrinsic security betekent natuurlijk juist intrinsiek. Hè? Dus zorgen dat je van binnenuit je platform veilig maakt en je oplossing. Ja, misschien nog als laatste vraag. Hè, de integratie tussen Workspace ONE en bijvoorbeeld een product wat ze gekocht hebben, Carbon Black. Hoe gaat dat samen? Hoe optimaliseert dat elkaar? Ja, want waar we het net over hadden, dat veiligheid gaat over een aantal dingen. Enerzijds toegang, maar anderzijds ook beveiliging van binnenuit. Je wil kwaadwillenden wil je buiten houden. Wat ze met Carbon Black, met de acquisitie van Carbon Black hebben gedaan, is ervoor zorgen dat we in de hele stack binnen zowel datacenter als de virtuele werkplek, als ook de fysieke werkplek, op basis van gedragsanalyse, we noemen het next-gen antivirus, die kwaadwillende buiten de deur kunnen houden. Dus we zijn beveiligd tegen zaken als malware en ransomware, maar ook binnen de data center stack, als je kijkt naar het beveiligen van bijvoorbeeld een containerplatform. Ook dat die behavior analytics, zeg maar, die zijn er ook onder controle en in beheer door Carbon Black. En wat Workspace ONE Intelligence hierin
betekent, is dat Workspace ONE Intelligence ook weet van de context van Carbon Black af. Dus stel dat er iets gebeurt op jouw, in dit geval fysieke werkplek, Carbon Black detecteert dat, kan dat ook de toegang tot het platform beïnvloeden. Dus misschien kunnen we wel toegang tot alles blokkeren, omdat Carbon Black iets raars heeft gezien. Dat is een van de voordelen. Dus als ik het bekijk vanuit de fysieke werkplek, als ik het bekijk vanuit de virtuele werkplek, hebben we eigenlijk altijd, als je kijkt naar een VDI-platform, een uitdaging gehad met het implementeren van een virusscanner binnen een virtuele werkplek. Elke beheerder weet hoe complex het is om een virusscanner te installeren in je base image, je updates binnen je virtuele desktops aan te brengen. Terwijl wat Carbon Black nu doet, is inhaken in de in een laag tussen de virtuele desktop en de hypervisor in. Met als voordeel dat we eigenlijk nooit meer in de virtuele desktop iets hoeven te doen, anders dan de VMware tools updaten. Dus we zijn eigenlijk voor het eerst volledig in controle over wat er binnen de virtuele desktop gebeurt, zonder dat het een hele grote impact heeft op beheer. Ja, gaaf. Dus agentless, echt in de hypervisor geïntegreerd. Ja, gaaf. 100%. Cool. Nou, een onderwerp wat in het kader van security natuurlijk ook veel voorbij komt. En dit is een term, er wordt best wel mee gegooid, hè? Zero trust. Ja. Als je dan de security officer vraagt, is dat natuurlijk wat hij wil bereiken. Wat betekent het nou voor organisaties? Kan je iets meer over vertellen? Ja, ik denk dat een van de grote misvattingen is dat zero trust is een product. Nou, zero trust is geen product. Het is ook geen dienst. Het is eigenlijk een soort van security richtlijn die ontwikkeld is door Google. Binnen dat model of binnen die richtlijn kun je standaarden hanteren binnen je eigen omgeving. Binnen Zero Trust is de bedoeling dat je niets en niemand vertrouwt en dat je op basis van dat niet vertrouwen mensen toch toegang gaat geven tot bedrijfsinformatie. Een voorbeeld daarvan is dat je, en dat is een prachtig voorbeeld, en ik noemde hem net eigenlijk ook al, het netwerk waar je vandaan verbindt, dat gaan we eigenlijk voor altijd nu beschouwen als een onveilig netwerk. Dus je hoeft eigenlijk helemaal binnen een bedrijfsorganisatie niet meer specifiek veilige wifi-netwerken in te richten. Want dat maakt niet zo gek veel weer uit. We beschouwen de eindgebruiker of de persoon die toegang wil tot jouw applicaties of data, die beschouwen eigenlijk altijd als onveilig. En we zorgen ervoor dat we altijd de juiste security maatregelen toepassen op basis van de context van die aanvrager. En daarmee passen we eigenlijk ook weer in op dat consumer simple enterprise secure framework van VMware. Om tot een zero trust beleid te komen, dat is misschien nog een lastige, want VMware verschillende producten die zich lenen om tot dat model te komen. En daar zijn NSX natuurlijk een prachtig voorbeeld van, daar is Carbon Black een voorbeeld van. Workspace ONE Intelligence in combinatie met UEM en Access zijn daar voorbeelden van. Secure State voor cloud. Absoluut. Vaak vergeten, samen met Cloud Health. Dus, 100%. Weet je, als klanten daar vragen over hebben, dan kunnen we ze daar absoluut bij adviseren. Want ja, het is niet een vinkje die je even zomaar aanzet. En ik denk dat voor elke klant een soort van journey is om van hun huidige security model of een huidige security framework naar een zero trust model te migreren. Ja, gaaf. Ja, kijk, we hebben natuurlijk heel veel over technologie gehad. Dat is vaak waar we snel naar kijken. We moeten product voorkomen, een oplossing, een technologie. Maar je zegt het eigenlijk net zelf al. Het is echt een reis waar je natuurlijk instapt. Daarbij komt veel meer kijken dan alleen technologie. Dus juist je organisatie eromheen, hoe je je rollen inricht, wie waar verantwoordelijk voor is. Dat zijn natuurlijk allemaal aspecten waar je gewoon oog voor moet hebben tijdens zo'n traject. Ja. Welke rol speelt IDQ daarin? Ja, we kunnen op verschillende vlakken kunnen we klanten adviseren. Dus we kunnen klanten sowieso adviseren op het hele people in process stuk, wat je aangeeft. Dat is een van de meest complexe zaken binnen zo'n migratie. We kunnen klanten absoluut ook adviseren op het techniek stuk, eigenlijk ook wel impact ligt, grote impact. Maar bekijk eens heel basaal een security model. Er zijn heel veel klanten die nog geen security beleid hebben. Maar hoe ga je daar nou mee starten? Dat zijn van die typische vraagstukken die waar we klanten mee kunnen gaan helpen. Misschien in verschillende fases tot van hun huidige omgeving of hun huidige platform richting een stevig beveiligd platform te kunnen komen. Cool.
Nou ja, even als laatste toevoeging van mijn kant. Goed om te weten natuurlijk, ITQ nu als managed service partij... ja, zich ook juist op dat security domein heel erg focust. Dus ja, klanten die het ook gewoon complex vinden om dat soort oplossingen zelf te beheren, zelf in de lucht te houden, zelf op alerting te letten. Nou, daar kan ITQ ook een hele mooie rol bij spelen. Absoluut. Dus alright. Nou, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet te abonneren op onze YouTube kanaal. En ik hoop iedereen weer te zien bij een volgende aflevering van IT Conversations. Dankjewel.